Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Hoe komt het dat op een conferentie van de Brusselse regering ook delegaties uit Iran en Rusland aanschoven? Staatssecretaris Pascal Smet ligt onder vuur. We praten met hem. Nog veel vragen zijn er na de ramp met de migrantenboot in Griekenland. Antoine Bagash, Syrische Belg, is mijn gast. Hij maakte zelf zo'n overtocht. En praten met mensen met dementie lukt beter dankzij specifieke gesprekstechnieken. Door dementie te beschouwen als een geheugenprobleem, lopen we meteen vast in een doodlopende straat, omdat er geen geneesmiddel is. Ik zou dat omdraaien. Een afwachting van de wonderpil is de medemens eigenlijk het beste medicijn. Hoe dat wij omgaan met mensen met dementie kan hun levenskwaliteit vandaag al bevorderen. Het is vrijdag 16 juni. Hartelijk welkom. In het Brussels parlement heeft staatssecretaris Pascal Smet uitleg moeten geven over de aanwezigheid van Iraanse en Russische delegaties op de Urban Summit. Die top werd deze week in Brussel georganiseerd met vertegenwoordigers van 600 steden. De genodigden uit Iran en Rusland lokten veel verontwaardiging uit. Verschillende leden van de Brusselse oppositie vinden dat Pascal Smet moet opstappen. Willem van Mullum en Josse Willems. Maandag 12 juni, Brussels burgemeester en PS'er Philippe Klose zet deze foto op Twitter. We zien burgemeesters van over de hele wereld in het Brusselse stadhuis. Vierde van links op de eerste rij, Alireza Zakani, burgemeester van Teheran. Centraal bovenaan, Brussels staatssecretaris voor vooruit Pascal Smet, ook bevoegd voor internationale aangelegenheden. Het bezoek van de Iraanse politicus zorgt voor ophef, ook in het federaal kamerdebat gisteren. Iran is een regime waar een hond meer rechten heeft dan een vrouw, dat weten we allemaal. Waar onschuldigen in de cel belanden. Groot was dan ook de verbazing toen de burgemeester van Teheran plots in Brussel opdook. Het was op expliciete uitnodiging van minister Pascal Smet. Eerst sluiten we jullie dus een ruildeal met de Iraanse schurkenstaat om een veroordeeld terrorist in dit land met een onschuldig landgenoot in te wisselen. En vervolgens gaan jullie doodleuk op de koffie met een van de kopstukken van datzelfde regime. Kritiek op minister van Buitenlandse Zaken Labib, wiens administratie de visa afgeleverd heeft voor de 14-koppige Iraanse delegatie. Dès le mois de mars, mon administration a souligné qu'une telle visite de représentant officiel de la ville de Téhéran et par extenso du régime iranien n'était pas du tout opportune dans les circonstances actuelles. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus clair. En mai, toutefois, mes services sont informés par le secrétaire d'État que cette ville iranienne sont malgré tout invitées. Ze legt de bal weer bij Pascal Smet. Minister Labib zegt, we hebben eigenlijk gezegd, doe dat niet. Pascal Smet zegt, ja, ik doe maar wat de minister van Buitenlandse Zaken doet. Er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel heeft mevrouw Labib gezegd, u bent welkom, onbegrijpelijk. Ofwel heeft ze gezegd, u bent niet welkom, maar na een interventie van meneer Smet heeft ze gezegd, ja, als Pascal Smet het wil, dan is ze wel welkom. Ook dat is onbegrijpelijk. Naast de omstreden politicus uit Iran was ook de adjunct-burgemeester van de Russische stad Kazan, Eugenia Lotvigova, in Brussel deze week. Wat blijkt? Dat er nu ook nog een paar Russen, onder andere de vice-burgemeester van Kazan, ook een visum gekregen heeft. In tijden van oorlog, dat de Russen niet buiten mogen, alle officiëlen, dan vraag ik mij toch af, wat heeft u bezield om dat te doen? Et d'ailleurs, j'apprends que deux représentants russes sont à Bruxelles actuellement, alors qu'ils n'ont reçu aucun visa de notre ambassade à Moscou. Comme quoi, Monsieur Smet mène sa politique internationale avec ou sans nous. Et oui, nous nous sommes renseignés. Et ces personnes ont reçu un visa d'autres États de l'espace Schengen. Stevige kritiek van Labib voor Smet, die vandaag in het Brussels parlement zijn visie kwam geven. En na afloop vandaag in het Brussels parlement kon Willem van Mullum staatssecretaris Smet nog interviewen. Waarom moest de burgemeester van Teheran erbij zijn? Die burgemeester van Teheran moest er voor mij nooit bij zijn.
Nooit. Er is wel gevraagd door ons dat een delegatie van Teheran hier mocht zijn. Op politiek niveau, als het ministerie van Buitenlandse Zaken daarmee akkoord was. En als dat niet kon, ook op administratief niveau. Maar we hebben nooit gevraagd, ik heb nooit gevraagd, dat de persoonlijk de burgemeester van Teheran hier aanwezig moest zijn. Nochtans, mevrouw Labib wijst wel naar u en heeft gezegd dat u druk hebt uitgeoefend. Maar we hebben helemaal geen druk uitgeoefend. Het enige wat we gevraagd hebben, dat alle visumaanvragen worden behandeld en beoordeeld. In het begin was men van plan om ze door fiets te weigeren. Ik was afhankelijk ook op die positie, voor alle duidelijkheid. Maar dan heeft Metropolis, die internationale organisatie, mij gevraagd om van standpunt te wijzigen, omwille van de internationale positie van Brussel, die een internationale conferentie organiseert door internationale organisaties en die aan stadsdiplomatie wil doen. Dat wil zeggen dat lokale politici andere lokale politici proberen te overtuigen van standpunten. Een paar dagen voor de conferentie krijgen wij van de dienst Vreemdelingenzaken een lijst vanuit onze ambassade met mensen die zich ingeschreven hebben, waar die persoon op staat. En de enige vraag die Buitenlandse Zaken ons gesteld heeft, is of wij kunnen bevestigen dat die personen zich ingeschreven hebben en of dat Teheran nog altijd welkom is op de conferentie. Wij gingen er dan vanuit dat die personen politiek toelating hadden gekregen van Buitenlandse Zaken naar allerlei analyses die ze kunnen doen om naar België te komen. Dat is niet de taak, die politieke beoordeling van personen van het Brussels gewest of van mezelf. Alleen Buitenlandse Zaken is daarvoor uitgerust. Zegt u dan, we hebben eigenlijk van Buitenlandse Zaken geen duidelijke nee genoeg gehoord? We hebben geen nee gekregen. Maar wijst u dan opnieuw naar daar en zo gaat het spelletje wel op en af? Maar ik ben helemaal niet bezig om pingpong te spelen. Ik vind dat politici hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. En ik kan de verantwoordelijkheid opnemen voor het deel waarvoor ik bevoegd ben. Ik ben niet bevoegd voor de visumafgifte. Hebt u als internationaal diplomatieke stad dan ook niet de kans gemist om uw voet te zetten en te zeggen nee, ze komen er niet in? Dat had ook een optie kunnen zijn. Alleen was de optie hier, we moeten met die mensen praten om ze geleidelijk van standpunt te veranderen. Dat was eigenlijk het hele uitgangspunt van Metropolis. Als je met mensen waar je het absoluut niet mee eens bent, wilt dat ze ooit van standpunt veranderen, ga je wel met ze moeten praten en ze confronteren met andere opvattingen en meningen, wat ook hier gebeurd is. Er is gepraat over mensenrechten, er is gepraat over de Russische agressie. Nee, want we hebben gekozen om met hun niet te praten. En had ik met hun gepraat, dan had ik vandaag zeker geweest dat mensen hadden gezegd, je had niet met hun mogen praten. Nu heb ik niet met hun gepraat en afstand gehouden, want ik wou aan zich niet dat die mensen daar waren. Dat was niet een vraag van mij persoonlijk, maar wel van die internationale organisatie. En daar ligt heel het gegeven om de zaak te interpreteren. Zouden ze er vandaag opnieuw in mogen? Ik denk dat we toch twee keer zouden nadenken met alles wat we horen en de reflecteringen die er zijn. Ik denk niet dat we een fout begaan hebben. U stond hier vandaag wel redelijk alleen. Zowel meerderheid als oppositie was bijzonder hard. Ik hoorde heel vaak politieke fout. Dat vindt u zelf niet dus? Ik heb denk ik vanuit mijn bevoegdheden geen fout begaan. Je kunt zeggen, is er een beoordeling geweest die je anders zou doen? Dat is iets anders. Daar wil ik ook best over nadenken. Maar binnen mijn bevoegdheden, en dat zal je uit alle mailverkeer lezen, als je dat naleest, hebben wij niet gevraagd dat die man er is, hebben we gevraagd dat Buitenlandse Zaken die behandelt. Het enige wat wij gevraagd hebben, dat men visumaanvragen behandelt. Maar we hebben nooit eisen gesteld en we hebben ook altijd heel duidelijk geweest. Als Buitenlandse Zaken nee had gezegd, dan was het voor ons ook nee geweest. Vanuit de oppositiebanken hoorde ik, hou de eer aan uzelf. Er komt mogelijk zo'n motie van wantrouwen. Hoe kijkt u daar naartoe? Ja, ik had dat verwacht in alle eerlijkheid. Je voelt dat er heel veel commotie over is. Vanuit een bepaalde bedaalde hoek wil men niet begrijpen de context. Ik denk dat het nu belangrijk is dat iedereen alle feiten goed bekijkt. We zijn ook heel transparant geweest. Ik denk dat ook het enige is wat je moet doen. We hebben alle documenten vrijgegeven. Want op die manier kan je heel duidelijk het verloop zien en ook heel duidelijk merken dat wij geen buitengewone druk, zelfs geen druk op Buitenlandse Zaken hebben gezet. We hebben die druk niet uitgeoefend. We hebben alleen gevraagd om de aanvragen te behandelen en als het politiek kon, om ze toe te laten. Context van de vrijlating van meneer Olivier van de Kastelen, een oorlog in Oekraïne, Russische vertegenwoordigers en Iraanse vertegenwoordigers hier bij ons. Is dat geen inschattingsfout naar uw mening? We hebben vanuit die internationale oogpunt geredeneerd. Daar is het gegaan. En als je het vanuit een puur nationaal Belgisch oogpunt bekijkt, dan begrijp ik absoluut dat mensen dat niet begrijpen. Als je het vanuit een internationaal oogpunt bekijkt, dan is dat anders. Maar ik merk ook dat mensen moeite hebben om het vanuit een internationaal standpunt te bekijken. En daar moeten we dus bekijken hoe die rol, die internationale rol van Brussel, die diplomatieke rol, of dat nu door diplomaten of door stadsdiplomaten, want dat zijn uiteindelijk lokale politici, stadsdiplomaten, dat is een nieuw concept in het internationaal recht, in het internationaal politiek verkeer, hoe we dat met elkaar kunnen verzoenen. En daar merk je dat dat op dit moment problematisch is en dat we daar zeker over moeten praten. En dat zullen we ook doen.
Griekenland ontkent formeel dat de dodelijke scheepsramp voor de kust in het zuiden veroorzaakt is door een poging om de boot met een touw te slepen. Volgens overlevenden is het schip daardoor gekapseisd en gezonken. Maar een woordvoerder van de Griekse regering zegt dat alle aangeboden hulp werd geweigerd en dat de migrantenboot verder koers wou zetten naar Italië. Er blijven nog veel vragen. De VN eist een onderzoek. Bram van de Putten. Hier in de Libische havenstad Tobruk stappen zaterdagochtend meer dan 700 mensen aan boord van een vissersboot. Bestemming Europa. Drie dagen later trekt een Marokkaans-Italiaanse activiste op Twitter aan de alarmbel. Ik ben bezig met de SOS van een schip met 750 mensen aan boord, vertrokken uit Libië en op dit moment in moeilijkheden. De mensen aan boord riskeren dat ze zeewater moeten drinken. Het water was op na de vierde dag varen. Kort daarna loopt er ook bij de Griekse kustwacht een melding binnen. De vissersboot zit dan in internationale wateren, ten zuidwesten van Griekenland. Iets voor 1 uur lokale tijd ziet een vliegtuig van Frontex de vissersboot. Een uur later vertrekt er ook een helikopter van de Griekse kustwacht en is er een eerste keer radiocontact met de boot. Volgens de Grieken komt er op dat moment geen vraag om hulp. Rond 3:15 bellen de opvarenden een eerste keer naar de NGO Alarm Phone. Er is paniek. Veel migranten denken dat ze de tocht niet zullen overleven. Een kwartier later heeft ook de Griekse kustwacht zicht op de vissersboot. Er lijken geen problemen te zijn. Toch vertrekt er vanuit Kreta een schip van de kustwacht om de boot te observeren. Maar intussen blijven er wel paniekerige telefoontjes binnenlopen bij NGO's. Rond 6:00 krijgen de migranten een eerste keer voedsel en water van een schip in de buurt. Kort daarna is er paniek. De kapitein zou gevlucht zijn op een kleine sloep. Iets voor 11 nadert een schip van de kustwacht de vissersboot. Opnieuw is er volgens de Grieken niets aan de hand. Maar om 2:40 s'nachts lopen er berichten binnen over motorproblemen en komt de kustwacht dichterbij. Niet veel later kapseist de boot. Waarom dat gebeurde en of de kustwacht daarbij betrokken was, is voorlopig onduidelijk. In amper 15 minuten tijd is de boot volledig gezonken. Van de 750 mensen aan boord zijn er voorlopig 100 gered. Officieel zijn er al 78 doden. Meer dan 500 mensen zijn nog altijd vermist. En bij ons Antoine Bagage, Syriër. Je verblijft in ons land. Momenteel coördinator mensenrechten voor de European Students Union. Je bent zelf gevlucht uit Syrië in 2015 met de boot van Turkije naar Griekenland. Hoe kijkt u naar wat we hier zien, naar deze scheepsramp? Ja, hallo. Dus het doet me zeker pijn als ik die beelden zie. Maar zeker ook, ik vind het heel jammer dat het niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar het gaat ook heel jammer genoeg niet de laatste keer, denk ik. Dus het doet me ook denken aan mijn ervaring toen, wat met mij gebeurd was. En het is zeker minder dramatisch, maar het was heel moeilijk om zoiets te doen. Want als we kijken naar wat er nu gebeurd is met die scheepsramp, al maar meer mensen zullen in deze tijden al maar meer van deze routes proberen te nemen. Ja, het gaat zeker over een route die heel vaak genomen wordt. Het is ook de route waar het meest mensen gestorven zijn ter wereld, denk ik. Ik geloof 26.000 mensen zijn gestorven. En er is nog geen oplossing vanuit de Belgische kant, maar ook niet vanuit de Europese kant. Mm-hmm. En dat doet mij zeker pijn om te zien hoe het erger misschien gaat worden. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hè.
We zeiden net, u hebt zelf dergelijke overtocht gemaakt. Hoe zat dat precies in elkaar? Kan u daarover vertellen? Ja, misschien moet ik eerst zeggen dat het zeker de laatste optie voor mij was. Mm-hmm. Om zoiets te doen is het helemaal niet gemakkelijk. Het ook, ik dacht dat ik zelf nooit kunnen doen. Ik heb het één dag aan mijn ouders gezegd. Want u woonde toen in Syrië? In Aleppo. Dus ik ben in Aleppo geboren en daar ben ik gebleven. En tijdens de oorlog was de situatie in Aleppo heel erg. En als iemand die in zo'n gevaarlijke situatie zit, heb ik toen geen andere opties gehad om in een veilige plaats te zijn. Mm-hmm. En op een illegale manier. Het ging ik heb, niet legaal ik, ik moet ook duidelijk moment. Zijn, ik heb nooit iets illegaals gedaan toen ik in Syrië was. En dat was ook niet gemakkelijk om te zeggen, ja, ik ga een boot nemen. Toen kende ik ook mensen die gestorven zijn in Syrië die in een ander land konden wonen. Maar toch hebben ze beslist om voor een tijdje in Syrië te blijven. Mm-hmm. En ik kende ook van tv en wat ik gehoord heb, ook mensen die gestorven zijn op zee. Ja. Dus het was, ja, sowieso is de situatie heel erg. Hoe beslist u dat dan? Op een bepaald moment moet u contact zoeken met mensen, smokkelaars en een lange tocht ondernemen? Ja, je moet ook, ik moest ook papier aanvragen om ook te bewijzen dat ik echt uit Syrië kom, hier aan de Belgische overheid daarna. Dus er is wat een beetje voorbereidingswerk. Mm-hmm. Het is zeker een heel moeilijke omstandigheden tijdens de oorlog dat iemand zoiets kan doen, maar het was ook de enige optie qua bewijs en zo. En dat was ook heel belangrijk. Dus daar heb je. Maar ook, ik ken mensen die dat gedaan hebben. En dan heb ik met iemand gebeld van, oké, wat moet ik verwachten? En dan kreeg je soms gsm-nummers van smokkelaars die te vinden zijn in Turkije, maar ook in Griekenland. Trouwens, in Griekenland, iedereen weet waar de smokkelaars te vinden zijn. En ik vind het heel vreemd hoe dat iedereen weet waar de smokkelaars zijn. En toch gebeurt niks met die smokkelaars. Toch mogen ze alles blijven doen wat ze doen. Hoeveel hebt u hen moeten betalen? Ik moest rond 10.000 euro betalen. En ik kom niet uit een rijke familie, laat het ook duidelijk zijn. Door een achtergrond die ik heb, heeft het ook moeilijker gemaakt. En dat was ook de laatste en de enige optie voor mij. Want ik heb een broer. En in Syrië, als iemand een broer heeft, moet die persoon naar het leger gaan. Ik was toen student-ingenieur in Aleppo en ik kon niet wachten tot ik afstudeer. Want wie weet, het is een land waar er geen regels meer zijn, geen wetten ook. Dus misschien ga ik geen recht meer hebben om te vertrekken en ik ga blijven wonen in een stad waar er geen NGO's zijn, maar ook geen ambassades zijn. Waar De overtocht zelf, hoe liep dat voor u? Ik neem aan dat u angstig bent op dat moment, als we ook zien wat hier gebeurt. Ja, ik ben naar. Dus op een moment was ik in Turkije. Ik heb het door Libanon gedaan. En dan was ik in Turkije en dan moest ik smokkelaars vinden. Voor mij is het ook, laat me ook duidelijk zijn, dat voor mij geen optie was door privé redenen om in Turkije of in Libanon te blijven. Het was de enige optie om gelijkheid te zoeken en rechten en respect en waar ik een nieuw leven kan hebben, was dat door om naar Europa te gaan. Wat ik het Turkije moest ik met smokkelaar een deal maken. Hoeveel geld gaat u uitgeven? Welke papier dat u nodig hebt in Griekenland? Dat is daarna. Ik ben in Turkije voor 3 weken gebleven. En dan op één moment heeft die persoon ons gebeld en gevraagd, jullie moeten in deze plaats zijn om een specifiek uur. Jullie gaan verwacht worden. Natuurlijk ga je ook niet veel kunnen verwachten, want ze bleven ook liggen.
van hoeveel mensen dat er zullen zijn. Hoe het dus dat exact... moet je zien op het dus je moment. Gaat, ja, maar zelf. Mijn ouders hebben ook toen gezegd, je gaat het zo veilig mogelijk moeten doen. Dus niet met een plastic boot of zo. Mm. En daar heb ik ooit ook dus geprobeerd om ook met iemand te gaan die een vriend van mij ooit meegegaan is. Ja. Dus... Nu, als we kijken... U verblijft hier nu al een hele tijd in ons land. We horen dat ook. U bent eigenlijk een succesverhaal, mag ik wel zeggen. U hebt intussen ook stage gelopen op het kabinet voor asiel en migratie bij Sami Mehdi gedurende een paar maanden. U ziet daar zelf hoe ongelooflijk complex de situatie ook hier in ons land is voor wie hier probeert terecht te komen en hoeveel mensen hier toekomen. Ja, bedankt. Ik doe mijn best hier in België. Ik woon hier al 7 jaar. Het is nooit heel gemakkelijk geweest, maar ik heb ook, zoals wat ik gezegd heb, ooit een droom gehad. En ik bleef daarvoor werken. Maar ik ben ook geen uitzondering. Ik geloof dat voor de samenleving, dat de samenleving heel vaak denkt dat die persoon uitzondering is. Ik ken heel veel mensen die uit Syrië komen of andere landen en die perfect Nederlands en Frans spreken mm-hmm. en die aan het werken zijn of aan het studeren. Zelfs geneeskunde in het Nederlands samen met de Vlaamse studenten. Ja, ik geloof dat het dan, niet altijd heel gemakkelijk is. Nee, ik wou u voorleggen, omdat u zelf van op dat kabinet hebt gezien ja. hoeveel mensen hier proberen een nieuw leven uit te bouwen, hoe ze overnachten op straat, zijn niet genoeg opvangplaatsen. We horen ook vaak mensen die erg bezorgd zijn van ons sociale zekerheidssysteem kan deze druk ja. niet aan. Het moet ergens stoppen. Hebt u daar begrip voor? Ja, er zijn twee punten. Het was heel interessant om op het kabinet toen een stage te mogen doen. Het was ook soms moeilijk, want het wordt ook emotioneel om op bezoek te gaan, soms met de staatssecretaris toen. Maar ik heb heel veel geleerd van een persoon die ooit een ervaring had om hier naartoe te komen, en een persoon die het systeem beter geleerd heeft. En ik ben zeker dat het nooit gemakkelijk geweest voor alle staatssecretarissen om het juiste beleid op het juiste moment te doen. Maar ja. ik geloof dat we dat gaan moeten blijven proberen te doen. Hebt u begrip, wat ik u daarnet voorlegde, van mensen die zeggen dit kan zo niet langer. Ik heb zeker begrip voor de mensen die altijd sociale zekerheid linken met migratie en zeker met de vluchtelingen. We moeten ook zeker een verschil maken tussen een vluchteling en asielzoeker. Een vluchteling is iemand die bescherming nodig heeft, een asielzoeker nog niet, of het is nog niet bevestigd. 1/3 in België kreeg recht op mm-hmm. op erkenning. Maar hoe vaak horen wij politici over het kosten van sociale media vanuit hun partij, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe vaak horen wij politici zeggen hoeveel winst heeft België gemaakt op het verkopen van wapens aan Saudi-Arabië? Hoe vaak horen wij ook politici die praten over parlementsleden die extra geld hebben gekregen en die toch het beleid voor zichzelf dus dan maken? Dan zegt u, dat moeten we in perspectief zetten als we het hebben over nieuwkomers en de prijs die we daarop plakken. Ik zeg zeker dat we daarover moeten nadenken, over een beter systeem. Maar ik zeg ook dat het is heel goed voor veel politici vandaag om elke dag over migratie te praten, om elke dag over vluchtelingen en het kosten van vluchtelingen te spreken. Maar laten we ook duidelijk zijn, migratie bestaat sinds 2000 geleden en dat gaat nooit stoppen. Mm. Maar toch moeten we aan een andere oplossing denken. Ja. Waaraan denkt u dan bijvoorbeeld? Want er is nu het Europese asiel- en migratiepact dat men probeert uit te werken om ergens afspraken te maken. Denkt u dat zal werken? Ja, ik ben... het is ook soms moeilijk om te zeggen, maar ik ben als vluchteling hier. Ik sta voor legale en gecontroleerde migratie. Ik geloof
Niet dat zo'n systeem voor de hele samenleving gaat lukken. Voor mij als persoon die in België woont en die op een illegale manier hier naartoe gekomen is en die momenteel al 7 jaar in België op een legale manier blijft, het is heel moeilijk dat ik me elke dag aan de samenleving moet bewijzen dat ik goedgekeurd was door de overheid en dat ik mijn best doe enzovoort. Dus ik denk dat vandaag het Europese pact over migratie... Het is niet echt de oplossing voor het probleem. Ja. Het gaat over... Het is misschien de oplossing voor 1500 mensen die minder kans maken dan 20% op asiel. Om op die manier toch... Maar, zegt Europa, blijft zeggen aan de andere mensen van andere landen, ja, je moet naar hier komen op een manier en dan gaan wij u verwelkomen. Mm-hmm. En voor mij moet Europa meer initiatieven nemen om dingen op een legale manier te doen, dat mensen hier op een veilige manier kunnen komen. En toch gaan die mensen sowieso kwetsbaar vanuit kwetsbare landen, mm-hmm. kwetsbare groepen komen, zeker. Maar er zijn ook andere oplossingen, zoals UNHCR, als ik daaraan denk. Ja. Ja, ik begrijp het grotere plaatje. We moeten afronden. Nog heel kort. U verblijft hier al een hele tijd. Voelt u zich op een of andere manier Belg op dit moment? Vlaming? Ja, ik voel me Belg, ik voel me Vlaming, ik voel me Syriër. Het gaat niet over 50% Syrië, 50% Vlaming of Belg. Het is alle drie samen. En ik ben heel blij om in België te wonen en ook om de steun te krijgen. En nu meest van mijn vrienden zijn ook, geven ook heel veel steun. En ik ben blij daarvoor. Okay. Ik moet ook iets zeggen. Het is ook nooit heel gemakkelijk voor die vluchteling om hier naartoe... België is ook een heel complex land met heel veel complexe identiteiten. Dus misschien moeten we ook soms meer begrip hebben voor een persoon die zijn best aan het doen is in zo'n land waar de helft van de mensen zich geen Belg voelen. Ja, het is inderdaad. En ik pleit altijd voor meer legale manieren voor de mensen om hen te beschermen. Bagage. Ja, dank je wel voor dit gesprek dat toch niet zo eenvoudig is om te voeren. Dank je wel. Graag gedaan. En hoe kan je blijven communiceren met mensen in je omgeving die dementie hebben? Hoe ouder we worden, hoe meer we met z'n allen met die vraag zullen te maken krijgen. Dr. Casper Bormans ontwikkelde 52 verschillende manieren om te blijven praten. De gesprekstechnieken worden nu toegepast, onder meer bij familiehulp. Sophie Vaas en Deborah Votken. Papa, ga meekom, we gaan eerst eten, hè? Ja. Kom. We gaan aan tafel gaan. Ja. Kom maar mee, hè. Mieke Rivieren is mantelzorgster voor haar vader die dementie heeft en die nog thuis woont. En wat voor de koekje gaan eten? Dien? Ja. En moet er een beetje boter op? Nee. Ik ga hem een beetje sneden voor je. Elke ochtend helpt ze hem bij het ontbijt en maken ze een wandeling samen. Daarna gaat ze werken als verzorgende bij familiehulp. Ook haar patiënten zijn allemaal mensen met dementie. Goedemorgen, Monique. Ik ben hier, hè. Mogen we binnenkomen? Hoe is het? Goed. Het is de dag van het bedden te verversen. Nee, gaan we dat samen doen? Communiceren met mensen met dementie is vaak moeilijk en vraagt om een specifieke aanpak. Het schoonste voorbeeld is mensen die beginnen kennisvragen te stellen. Bijvoorbeeld van, wat heb je eten vanmiddag? Dat is meestal verkeerd, want zij weten niet meer wat ze eten aan de middag. En ze maken hun kwaad. Zo'n dingen moet je niet vragen. Je moet op een andere manier vragen. Bijvoorbeeld kun je zeggen van, ik heb vanmiddag dat en dat gegeten. En automatisch gaan zij zeggen van, ah, ik heb dat ook gegeten. Mieke en haar team van familiehulp worden bijgestaan door dokter Casper Bormans. Hij ontwikkelde 52 gesprekstechnieken om te communiceren met mensen met dementie. Een van de meest onderzochte technieken
heet de ja-kamer. Dat wordt ook in jargon genoemd de voet tussen de deurtechniek. Letterlijk van de verkoper die niet graag heeft dat je de deur op een kier zet, maar helemaal open doet. Dus hij gaat eigenlijk een kleine vraag stellen voordat hij zijn verzoek doet. En we weten, als je iemand al liefst luidop ja laat zeggen voordat je je verzoek doet, vergroot je de kans dat iemand meestapt in je verhaal. En dat is belangrijk, want zo kunnen verzorgers de patiënten makkelijker meekrijgen om bijvoorbeeld meer te bewegen of meer open te staan voor sociaal contact. Dementie moet meer gezien worden als een communicatieprobleem, klinkt het hier. Door dementie te beschouwen als een geheugenprobleem, lopen we meteen vast in een doodlopende straat, omdat er geen geneesmiddel is. Ik zou dat omdraaien. In afwachting van de wonderpil is de medemens eigenlijk het beste medicijn. Hoe dat wij omgaan met mensen met dementie, kan hun levenskwaliteit vandaag al bevorderen. Kijk, ik heb een wapen laten, dat moet opleggen. Ah, ja. Ah, ja, dat zijn de wetten. En dat zijn ja. De... Die heb je naar boven laten? Ja. En de zorg is van vlug, 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 vlug. En wij proberen met de nieuwe techniek van mensen... we maken tijd en we doen het zoals jij het wil. In plaats van alles zelfstandig af te nemen van hen, dat ze mogen meewerken. Dus dat je hen betrekt bij hetgeen wat je doet. En voor hen betekent dat heel veel. Stel dat we erin slagen om als samenleving de focus te verschuiven daadwerkelijk van dementie als geheugenverlies naar dementie als communicatieverlies, dan kunnen we een doemscenario omvormen tot een hoopvol gegeven. Want er zijn vandaag al dingen die we kunnen doen om de levenskwaliteit van de ander te bevorderen. Dementie treft niet alleen de persoon met dementie zelf, maar ook het nabije netwerk. Die verbindingen tussen mensen zijn dus cruciaal. Dit is meteen het einde van Ter Zake en het is ook de laatste uitzending in deze studio. We krijgen een nieuwe studio, een moderne versie met veel meer mogelijkheden. De komende maanden wordt daar hard aan gewerkt. Intussen zenden we uit van op een voorlopige locatie op de redactievloer. Ik maak plaats voor Ivan. Geniet van een zomersweekend.